zijn weer nieuwe producten binnengekomen en ik ga ze live unboxen. Ik ben benieuwd. Allereerst ga ik met... Altijd eerst even raden, wie weet. Dat je al weet wat erin zit. Ah, Filorga. De Time Killer Mat. Nee, de Time Filler Mat. Oh, dat klinkt in ieder geval goed. Perfect Care, Wrinkles. Even kijken. Rimpels, poriën en glimmen. En dat alles gaat daar tegen. Dit is een Italiaans cosmetica merk. En hier staat een steengoed anti-rimpelproduct in een nieuwe fluwelen formule. Dus ik denk inderdaad dat dit product voor de wat vettere huid vooral is. Voor poriën. En die zorgen dat je een mooie matte tint krijgt. Ik ga hem proberen en jullie horen van mij. Filorga heeft veel probleemoplossende producten. Zoals dat ze hebben een product voor onder de ogen, dat het mooi strak trekt. Ze hebben een dagcreme die ook als het ware de lijntjes opvult. Met een lookmerk. Dit is ook een fijn merk. Senzai. Ik heb al over deze crème gehoord. En ja hoor, hij zit er ook nog in. Want dit is namelijk een van de duurste crèmes ter wereld. En dat is deze pot. En ik heb een persbericht erbij gekregen via mail. En het belangrijkste van deze crème is dat het het eerste product is wat de DNA-schade door UV-straling en vrije radicalen herstelt. Dus een ouder wordende huid of een huid die veel geleden heeft, heeft deze crème heel veel baat bij. Er zitten ook nog andere producten bij. Ultimate Emulsion en de lotion die je in combinatie met deze prachtige crème kan gebruiken. Hij is iets meer als €700. Dus absoluut een rijke crème. Zowel in substantie als wat je ervoor moet betalen. Iets helemaal nieuws onder de BB's. En dat is van Hydralife. De serie van Christian Dior. Dit is namelijk een BB-crème voor onder de ogen. Ik heb hem nog niet gezien. Hij zit in een mooi groenachtige potje tubetje. Zo worden ook de camouflage voor onder de ogen verpakt bij Dior. En ook hetzelfde sponsje wat eraan zit. Maar ik zie inderdaad wel een verschil met de normale camouflage. Deze is wat dikker van textuur. En deze, nou die neemt meteen ook de kleur van de huid aan. Dus een BB-crème voor onder de ogen om op een natuurlijke, egale, zachte manier de huid te camoufleren. In een van de volgende tutorials zal ik hem zeker gaan gebruiken. Zodat je meteen ook het effect kan zien wat er is onder het oog. En er is een nieuwe BB-crème. Die zal ik ook gaan gebruiken. Er zit ook een factor 30 in. Het PR-bureau. Ik ben benieuwd waar zij mee komen. Ik word er wat zo hebberig van. En zij hebben, nou, ook een BB-crème. En deze is van de Ethos. Kleur nummer 003. Ja, tegenwoordig heeft iedereen zo'n BB-crème. Dit is de perfecte basis voor je make-up, staat erop. En ik gebruik zo'n BB-crème ook geregeld als primer. Dus ik begin met een dagcrème. Daaroverheen zet ik een BB-crème voor foto's of films. En daaroverheen nog een transparante foundation. Dus ik bouw het als het ware op. Een bescherming, een licht corrigerende crème en daaroverheen een foundation. Licht afpoederen, transparant. En dan heb je een wat zwaardere make-up, omdat je natuurlijk verschillende kleurpigmenten bij elkaar brengt, word je wat dieper van textuur. Ik ga deze ook testen. Misschien is het leuk om deze twee naast elkaar te testen, zodat we het verschil ook zien. Even kijken of daar nog extra informatie over staat, over deze crème. Verzorgend, hydraterend, basis voor je make-up, extra laagje over je dagcrème. Even kijken, hij is vanaf 29 april, nou dat is het nu,
even krijgen. Goed, wat hebben we nog meer? MV Media Productions. Waar komen zij mee? Rock. Soleil Protection. We kennen Rock van de apotheek. Daar wordt het verkocht. En dit is, even snel kijken, een onzichtbare beschermende anti-aging spray met factor 30 erin. En een verfrissende herstellende milk, after sun. Het fijne van Rock is dat het hyperallergeen is. Goed getest, niet op dieren. En de Soleil Protection, ik zal meteen eens ruiken hoe die ruikt. Dat vind ik altijd heel belangrijk, zeker bij zonneproducten. Er zit een geur aan. Heel licht geparfumeerd. Dus je kun je ook gewoon met je andere parfums gebruiken. En een after sun. Een hydraterende milk. Lekker. Dankjewel. Ik zal er mee in de zon gaan. Ik hoop dat hij snel doorkomt. Ja hoor, hij is het. Good Hair Day. GHD. Dat is iets waar tegenwoordig heel veel op YouTube over gesproken wordt, over deze tang. En dit is geen steltang, maar dit is een stijler. Wat wil je nou zeggen, een stijler? Hij lijkt gewoon op een tang. Maar ik ga hem in een stopcontact steken. Ik heb al veel over deze tang gehoord. Eén moment. Het is ongelooflijk, maar waar? Hij is meteen warm. Je hoort een heel zacht piepje. Dat hij klaar is voor gebruik. En als ik unbox, dan moet ik het ook meteen proberen natuurlijk. Kijken hoe het op mijn haar is, hoe het voelt. Dus ik ga eens even kijken hoe deze tang werkt. We weten natuurlijk allemaal dat de stijl tang normaal kan stijlen. Maar deze, die kan dus ook heel goed krullen. Wacht even, ik moet even een goede pluk pakken, wat langer is. En zo. Ziet er heel charmant uit, denk ik. Oké. Waarschijnlijk weten jullie hoe je met een stelto kan krullen. Dat doe je dus. Je zet hem erop en je draait hem een slag. En dan ga je langs het haar. En dan krijg je een zachte krul. Ja. Maar wat je ook kan doen. Ik heb vrij lang haar, dus ik pak een iets lichtere pluk. Een iets kortere pluk, sowieso. Is dat je een golf erin gaat maken. Dat zie je veel bij die Amerikaanse sterren. En dat doe je zo. Dus je pakt tang. En je doet hem een slag naar voren. En een slag naar achteren. Slag naar voren. En een slag naar achteren. En dan krijg je dus een mooie golf erin. En wat ik zelf een mooie techniek vind, die gebruiken ze in Engeland veel. Dan pak je een pluk, zo, die draai je, die twist je als het ware, dan leg je hem om je vinger, zo. Dit is heel makkelijk zelf te doen. Dan pak je die steltang en die knijp je er zo tussen. Knijp hem ertussen. Kijk. Krulletje. Het beste is om even af te laten koelen. En dan trek je hem zo los. Dus dan kun je heel eenvoudig met je steltang je haar krullen. Nou. Snel naar achteren. Zo is het heel eenvoudig om met een stijler, want ze noemen het echt een stijler van Good Hair Day, dat is mijn elastiek, je haar te krullen. Dit waren de producten van deze keer. Volgende keer zal ik weer andere producten laten zien. Tot dan. Hoi!